Wanneer je denkt aan streaming hardware, denk je misschien al snel aan Elgato. Maar ook Logitech heeft hele mooie streaming producten. Ze hebben natuurlijk deze mic line van Blue. Ze maken al jaren hele goede webcams. Maar ze hebben nu ook dit. Dit is de Logitech for Creators Lytra Beam. Oftewel, zit hier een lampie. Als je gaat investeren in streaming hardware, dan denk je natuurlijk al snel aan een goede camera, een goede mic. Maar licht is heel erg belangrijk, want als die lamp nu uitgaat, dan ja, zie je mij bijna niet meer, maar iets minder. Dus je wil er wel een beetje flitsend uitzien op je stream. En niet alleen op je stream, maar ook misschien wel tijdens je professionele videocall die je aan het doen bent met de collega's of misschien wel externe klanten. Moet je er toch een beetje netjes uitzien, of in ieder geval je kamertje. En dan zou je kunnen kiezen dus voor zo'n lamp. Ja, je ziet hem daarachter al staan, dat is de Elgato Keylight, dat is de ringlight versie. Dat is een flinke unit die je dan in je kamer neerzet. Ze hebben ook wat plattere panelen en vergelijkbaar met de Keylight R is deze, dit is de Lytra Beam. Scheelt een tientje, deze Lytra Beam is een tientje goedkoper. Maar wat krijg je dan? Nou, in ieder geval die LED-balk met daarbij een standaard, die kan je in hoogte verstellen. Het toffe aan dit ding is, we hebben hem nu zo vlak boven de monitor staan. Je kan hem ook zo verticaal zetten. Je kan hem ook kantelen. Aan alle kanten zitten schroefdraadjes, dus je kan hem zo neerzetten hoe je zelf wil. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen door er meerdere neer te zetten. Dus maar net hoe je zelf wilt belichten. We hebben er hier eentje, dus dan zet je hem zo plat, zo boven je monitor, zo recht voor je uit. Maar als je het mooi vindt om van de zijkant te doen, ja, dan zou je er toch echt twee moeten neerzetten. Kan ook. Zet je ze mooi verticaal neer. Er zitten ook allemaal knoppen op het ding zelf, dus daar zou je hem ook met de hand nog kunnen bedienen. Maar wij hebben hier deze mic, die is van Blue. Die werkt met de software, of met het appie, de G-Hub. Nou, wij sloten net deze Lytra Beam aan. Hij werd meteen herkend door de G-Hub app. En we konden meteen aan de slag. En dan heb je dus hier je verschillende devices. Nou, we hebben hier dus de mic, maar hier dus ook de Lytra Beam. En je hebt een paar controls die je kan gebruiken. Je hebt hier, kan je instellen van 6500 Kelvin naar 2700 Kelvin. Oftewel, koele look naar een hele warme look. Je kan hem helemaal fine-tunen zoals je wil. Je kan hem helemaal dimmen, dat hij nog wel een klein beetje licht geeft. En je kan hem helemaal voluit gooien, dat hij echt wel nou, een flinke bak licht geeft. Natuurlijk kan je hem aan- en uitzetten. En het werkt allemaal via de software van de G-Hub. Wat ik dan wel weer net wat jammer vind, het is alleen software voor op je PC. Je kan hem niet via de app op je telefoon besturen, want ja, die app is er niet. Dat heeft de Elgato bijvoorbeeld weer wel. En wat de Elgato dan ook weer goed doet, we hebben die toevallig hier ook de software erop staan, want we hebben daar die grote keylight hier achter staan. Die kan je ook hiermee aan en uitzetten, warmer en zachter zetten. Maar dit is een heel klein, fijn control centertje. En dit is best wel, ja, dit neemt gewoon je hele scherm in beslag. Dus dit is wel heel chill van Elgato. Ik ben je aan het streamen en dan klap je dit even snel open en dan kan je wat aanpassen. Hier heb je gewoon een gigantisch groot programma. Maar hey, hoe vaak verander je je lampen? Vrij weinig. En wat ook wel chill is, ze hebben een aantal presets erin gestaan die je kan gebruiken. Maar het makkelijkste is natuurlijk gewoon zelf een beetje aanklooien. Je kan precies instellen hoe je hem wilt hebben. En ja, 120 euro kost die. En het is wel echt een heel fijn lampie. Want hoeveel kan je zeggen over een lampie? Het kan aan, het kan uit en het moet een beetje kunnen dimmen. Het moet brighter. En dat doet hij echt perfect. Reageert snel. En het geeft een mooi soft licht. En het is perfect voor als je zo nou, best wel vlak op je schermpje ziet. Het is niet zo fel dat je meteen begint te knijpen met je ogen. Je kan hier voor een langere tijd gewoon prima naar gluren. En het is een heel fijn, sexy lampje die hartstikke mooi op je bureautje staat. Nou, je gaat hem natuurlijk wel aansluiten op je pc'tje via USB-C. Maar heb je dan geen poort meer op je pc zitten, dan zou je hem ook nog kunnen aansluiten via Bluetooth. Maar dan moet je hem natuurlijk wel van power voorzien. En dat zou je dan weer bijvoorbeeld kunnen doen met een powerbank. Dus zit je nog niet helemaal in het Elgato ecosysteem, maar heb je misschien wat meer Logitech producten, dan is dit zeker interessant om naar te kijken. Vooral met de G-Hub app die ze hebben, waar je gewoon al je devices dan in hebt zitten. Je keyboard, je camera, wat heb je nog meer, de mic en nu dus ook de lamp. Het is ook nog eens een keer een tientje goedkoper dan de concurrentie, de Elgato. Dus hey, doe je voordeel mee. En vond je dit nou een fijne video en wil je meer hardware items zien? Abonneer je dan op dit kanaal, dan kunnen wij meer van dit soort video's maken. Worden wij gelukkig van en jij hopelijk ook. Nou, doei, groetjes.